Lastpost is een passie over het lijdensverhaal van Jezus, die donderdag 6 april op de campus wordt uitgevoerd. Er werken diverse koren aan mee, zoals het Campus Choir, het Huygenskoor, het Tussenkoor en Kinderkoor Dukenburg. Een van de initiatiefnemers is dirigent en componist Willy Broert-Huisman. Eva Martens, de studentenpastoor van de HAN, is met 3 studenten van de minor drama nauw betrokken bij de uitvoering van deze passie, die speciaal bedoeld is voor studenten. Het Bijbelse leidersverhaal, daar zijn maar weinig studenten die dat echt in detail kennen. De meeste kennen wel ongeveer de grote lijnen. En een enkeling is theologiestudent en die weet daar de details van. Maar door deze muziek te zingen raken ze wel in aanraking met dit verhaal. En ook met wat dit verhaal met jezelf doet. Zowel voor de zangers als voor hun publiek. Het plaatst het verhaal in deze tijd. Hoewel we toch tamelijk behoorlijk volgen wat Matteüs geschreven heeft. Toen dachten we, ja, als je muziek maakt die voor studenten bedoeld is om te zingen, maar eigenlijk ook om te horen, dan moet je naar plaatsen gaan waar studenten komen. En die komen niet in traditionele concertzalen. Vandaar dat we begonnen zijn met op de campus uitvoeringen te doen. En dat bevalt eigenlijk heel erg goed. Een belangrijk verschil is dat we nu op de HAN zijn. Vaak denken mensen de campus is van de universiteit. Maar nee, de campus is net zo goed ook van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. En een deel van de koorzangers die weliswaar in die studentenkoren zingen, dat zijn HAN-studenten. Dus het is eigenlijk wel erg mooi dat de HAN ons heeft uitgenodigd om dit jaar hier dit werk uit te voeren. We vertellen het leidersverhaal vanuit de personages van het verhaal zelf. Er is geen verteller. Maria Magdalena komt zelf aan het woord, Jezus komt aan het woord, Pilatus komt aan het woord en zo wordt het verhaal verteld. En daardoor is het ook een verhaal wat door verschillende koren goed verteld kan worden. In dit geval zijn er 5 koren, waaronder een kinderkoor. Maar eigenlijk is er nog een 6e koor en dat is het publiek. Het publiek maakt dit verhaal ook mee en er zijn een aantal liederen die door het publiek worden meegezongen. Zonder te studeren en niettemin gaat dat goed. Zo zit de muziek in elkaar dat dat werkt. En dat is een heel bijzondere belevenis. Nou, ik ben opgegroeid met het lijdensverhaal, dus ik vind het zelf een normaal verhaal. Ik ben gewend om het te horen. Maar ik vind het vooral heel mooi om te zingen, omdat je verschillende perspectieven aan bod krijgt. En omdat het echt een verhaal is voor studenten en door studenten. En daarin ook iedereen een eigen rol heeft en niemand eigenlijk een bijrol speelt.